Ja, maar ik krijg volgende week ook flightstick. Ik hou van flightsticks. Adaan, moet je echt niet, die gebaren zijn echt te vies om te maken. Ja, Kun je niet maken. nee. Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Oké, de mensen die Gamersnet Radio de laatste aflevering hebben gekeken. Oh nee, wacht, dit is alweer een week verder. Dus die Gamersnet Radio 2 weken terug hebben gekeken met Daniel en mij. Die hebben het waarschijnlijk al gezien. Maar we hadden een heel vet perskitje van Resident Evil Origins Collection. Ja, dus dat is de Origins dingen, maar dan de collectie. En dat is een heel vet reiskoffertje of zo. We hadden er al van wat laten zien. Maar het is dus echt een koffer. Of ja, dat moet het dan pretenderen te zijn. En er zit dus een overlevingskit in, zoals. Fucking felle lamp. Echt bizar dit. Swing, swing, flashlight, alles flash, bang. Dus die zat erin. En dan de game natuurlijk voor de Xbox One wel toevallig. Toevallig, toevallig. Misschien meenemen. Maar een brief of een ticket om te ontsnappen uit Raccoon City. Dat is al interessant. Dit is ook wel een leuke. Zo'n sparreding van in je auto. Dat het lekker ruikt. Maar dan wel een soort van. Toch wel een soort van half dood, weet je wel? Een beetje zombified van de Umbrella Corporation. Dus dat sowieso. Maar het leukste is dit. Wacht, ik kan dit. Ik ben ook echt zo slecht in dit filmen. Hoe werkt dit zo? Kijk dan. Het zijn green herb seeds. Dus echt, what the heck? Het is een soort plantje. Ik ga het gewoon planten. Ik hoop dat het is wat ik denk, wat eruit komt. Want er staat verder helemaal niet. Er staat op hoe je het moet planten en moet kweken. Maar ik weet niet wat het is. Wat voor plant eruit komt. Dus ik hoop op het beste. Maar we gaan het zien. Maar ik ga dit planten en we gaan dit onderhouden. Dus waarschijnlijk zie je het ergens binnenkort bij Gamers.net Radio hier ergens staan. En dan zie je het langzaamaan groeien. Door Gamers.net groeit zoveel. Dus cheers, wat ik ga het even planten. Nou jongens, jullie weten het, de webshop komt eraan. Binnenkort, we zijn bezig. En ik ben daarvoor, je ziet het al, dit is allemaal kleding. En dit is het shirt van Tiesto. Dat is deze lijn maken ze hier. En daarvoor ben ik dus aan het kijken voor onze webshop. Dus dit is een soort van eerste teaser die jullie krijgen. Wat zal het worden? Oh, spannend, spannend. We gaan gewoon Tiesto-shirts doorverkopen, dacht is makkelijk. Nee hoor. Dus dit is de eerste hint. Ja jongens, nog 2 weken en dan is Akeo zijn stage afgelopen. En dat betekent, en dat doen we eigenlijk na elke stageperiode, want er komt namelijk iemand anders. Grote schoonmaak! Yay! Hebben we er zin in? Ja man. Superveel. Dus we beginnen daar in de hoek. En dan ga ik er dweilend achteraan. En dan soort spik en span. Oké, dus vorige week vroegen Daan en ik aan jullie van wat willen jullie nou. Oei, Sjaak, leuk dat je bent. Wat jullie van ons willen zien. En er waren een aantal mensen die zeiden van ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de game room / setup van de streamers en de redactieleden. Dus ik denk, ik heb mijn nieuwe mobiel met een nieuwe camera. Dus ik dacht, doe eens gek. Ik ga even een rondleiding doen van mijn game room. En dan. Kijk ook even die poster. Ik heb mijn posters verhangen. Er hing eerst altijd een Adventure Time poster. Maar ik heb nu gewoon een super vette Star Wars Comic Unit ding. En ik zat vroeger dus altijd hier met de streams. Toen ik nog echt alleen op Xbox 360 streamde. Gewoon echt op mijn bankje, zeg maar. En dan kijk ik naar de beamer aan de andere kant. Ik ben heel slecht met dat richten, jongens. Dus sorry, ik weet niet of ik goed film. Maar die beamer die zie je daar boven hangen. En dat is dus ook die ik ook gebruik met het streamen. Maar tegenwoordig zit ik vaker hier, ook als ik op Xbox stream. En dat is dus. Oké, misschien niet tegen het licht in Filmatron. Dit is dus mijn hoekje. Mijn bureautje. Met de plant. Af en toe hoor je op stream iets zeg maar vallen. En dan schreeuw ik: kutplant! Dat is dus die plant. Want die heb ik al sinds het begin dat ik hier woon. En hij gaat best lekker. Maar af en toe valt er een blad van af. En dan denk ik: oh nee, my god, mijn zoon. Maar goed, dit is dus waar ik over het algemeen zit. En dan zo: hoppatee, de headset van Rockhard. En zo'n Q-pad, muis erbij. En mijn Xbox One controllertje en natuurlijk de Xbox One die daar dan
eigenlijk op mijn bureau staat. Gewoon omdat ik vind het best wel een mooi ding. Dus ik vond het vet om hem daarop te zetten. En dan de microfoon. BoJack Horseman daar. Wacht, geef me je wijsheid. Oké, BoJack Horseman is er ook bij. En dan heb ik hier aan de andere kant heb ik zo mijn orchidee en mijn pc'tje, mijn baby. En voor de echt, inmiddels noemen we dat retro of zo. Hier dus aan de andere kant van de pc staat de Xbox 360 en de Elgato. En mijn wazige tafeltje waar ik allemaal op heb lopen kliederen samen met vrienden. Maar dit is dus een beetje mijn vaste plekje. En ik ga gewoon even een turnaround doen. Kijk, zo'n panorama. En dit is dus waar ik altijd zit, te gamen en te werken. Op dit fantastische toetsenbord. En daarmee game ik al mijn games, stream ik al mijn streams en artikel ik al mijn artikelen. Nu jullie weer. Ja jongens, ik ben even op de grond gaan zitten, want we hebben een beetje gear overvloed. We hebben te veel gear gedaan. Wil je ook een gear doen? Ja. Wil je ook een gear bij je headsetje mee? Want ik zou even laten zien wat we allemaal binnengekregen vandaag. We hadden nog, ik moet even deze eens laten zien. We hadden nog deze super schattige roze HyperX Cloud 2 headset. Maar we kregen vandaag heel pakket binnen van zowel Turtle Beach als Plantronics. We hebben sowieso deze twee Plantronics headsets. En we hebben er hier ook nog eens drie van Turtle Beach. Een beetje in price range verschillend. Van goedkoop naar deze is fucking heftig. Dus we moeten gewoon nu echt gewoon gaan, I don't know, gaan kiezen of zo. Gear is vet. Ik krijg te veel shit binnen. Dat is wel tof. Vind je het tof? Ik krijg volgende week ook flightstick. Het is een beetje overvloed. Ja, maar ik krijg volgende week ook flightstick. Ik hou van flightsticks. Adaan, moet je echt niet die gebaren zijn echt te vies om te maken. Ja. Kun je niet maken. Nee. Welk museum ga jij volgende week? Ga je ook naar het Lulle Smuller Museum? Arrangeert, ja. Hè. Het is Daanschap, Daanschap, Daanschap. Het is bijna tijd voor Games at Radio. Het is best een spannende, want we gaan namelijk oefenen met de Games at Radio Marathon Setup. Aanstaande zaterdag, jongens. De Games at Radio Marathon live. 23 januari van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Maar echt elk uur maak je kansen op prijzen. Hè? Echt dikke games ook. Rise of the Tomb Raider, Assassin's Creed Chronicles, India. We gaan nog veel meer games regelen. Battlefield Hardline komt langs. We gaan heel veel weggeven. Kom dus langs, maar we hebben dus een nieuwe radio setup. Met echt de grote mensencamera. Dus zeg maar niet de webcam die we normaal gebruiken, maar gewoon echt nu, zeg maar. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik hoop het wel echt, anders ben ik echt wel boos op mezelf. En kijk, we hebben nu een statief voor de zangmicrofoon van Hans. Mooi, hè? Oké, yo, hey, alles goed aan het einde van de video? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En zo ja, dan moet je even een likeje achterlaten, want dat is wat mensen doen op YouTube. En als je gamers het kijkt, props. Laat even weten wat je meer wil zien in Laat de een props achter. Ja, props. Komt op V5. Kun je props achterlaten. Oh, ik prop je. Ja, hey, als je dat duimpje, likeje hebt gedaan, dan vooral dik in je agenda schrijven. Aanstaande zaterdag is de Gamersnet Radio Marathon. Ja, dat is 12 uur lang je favoriete gaming podcast. Dus van 10 tot 10 en eigenlijk geven we elk uur een game weg. Dus 12 games om te winnen en nog wel andere dingen. En een spek en bonen quiz en heel veel andere toffe dingen. Dus doe dat. Dan moet je in je agenda zetten en erbij zijn. Ja, en met heel veel hartjes en onderstrepen en zo. Ja. Jee, dat ga ik doen. Top. En tweet een foto. Wat? Van die agenda met hartjes. Je My Little Pony agenda. Je kunt ook te veel van ze vragen. Ja, inderdaad. Jongens, gewoon zaterdag kijken.